Het is weer tijd voor Henk in de keuken. Goedemorgen beste mensen, het is weer tijd voor Henk in de keuken. Zoals ik al zei, het is vandaag dinsdag 30 augustus 2022. En we zijn er weer, yes! We hebben gisteren even een filmpje gepost met karaoke op de achtergrond. Check it out, Walk the Line heet het, de song van Johnny Cash. Met achtergrondmuziek, ja. Er is genoeg op aan te merken en het kan allemaal beter, maar ik vond het wel grappig om te doen. Een paar gekke bekken trekken. De tekst niet helemaal weten, maar toch, ach, leuk begin, leuk begin. Ja. Nou ja, de kranten, de krantjes, de kranten, ach, god. Het buurtschap Zuidzijde is natuurlijk in rouw. Na het tragische ongeval van gisteren. Maar ja, we moeten verder. Ter Apel is nog steeds een puinhoop. Er zijn goed bedoelde acties, maar gespannen, stressvolle situaties. De chauffeurs heb ik gelezen, gehoord, of is in het commentaar gemeld, een buschauffeur die ook in elkaar geslagen werd. Het is al een tijdje dat er daar dat je 's avonds niet meer over straat kan. De oorlog in Oekraïne, Rusland, fosforbommen. 33 miljoen mensen op vlucht voor water. We zoeken leuk nieuws, mensen. Je kan beter een liedje gaan zingen, denk ik zomaar eens. Hè? Als er nog verzoekjes zijn, gooi ze in het commentaar. Ik zal hem eens opzoeken of ik een karaoke versie kan vinden. Dan knallen we gewoon weer online. Ja, is leuk. Zingen is leuk. Muziek is goed. Gisteren nog even teruggekeken dat van de beste zangers van Roxanne Hazes. Dat liedje over de drank. Ja, van Ramse Shaffi, dat was ook geweldig. Geweldig hoe ze dat deed. Ik denk dat dat wel op haar leven te aankomt. Nou, wat hebben we hier? Ineens luidt de stapel de bel van het zaalkafeer. De serie langs de IJssel. Zal volgend jaar te zien zijn bij Omroep Max. De serie bracht onder meer een bezoek aan het streekmuseum van Serenbroek. Om alles te horen over de wijde leerman Jan Pelleboer. En maakte een tochtje met het Zalkerveer. Zeerpontje, hè? We zijn ook eens overheen gegaan. Als we naar Deventer gingen, dan gingen we soms wel even met een veerpontje over. Nou ja. Ren, een drafbaan Emmeloord, hometown. Bier, braadworst en paardjes spelen. Ze noemen ze dat in de polder. Paardjes spelen. Op de draf- en renbaan. En daarop kan geld worden ingezet. Klein geld. We willen graag de status van een cultureel erfgoed hebben. Dat verdient deze baan. De drafbaan, ja. Ik kwam er alleen als er grasmarezers waren. Dat was altijd mooi. Had je paraplu mee in de bocht voor al die kluiten. Oh, geweldig, joh. Paarden, ja, paardensport. Och. En werden sowieso. Werden wie wint. Het waren allemaal mooie paarden. Nou. Zullen ze...
weer afscheid nemen van deze Henk in de Keuken. Het zit er weer op. Het is dinsdag. Okay. Weinig leuk nieuws kunnen vinden. Hoe gaan we het filmpje noemen? Ja, dat moeten we even bedenken. Dat noemen we nog even bedenken. Waar gaat dit filmpje over? Ja. Over de krant. Eigenlijk alleen maar slecht nieuws. Moet er goed nieuws. Nou ja. Mensen. Ik wens jullie allemaal een prettige dinsdag. Hè? En tot morgen. Toedeledokie. Misschien dat ik vanavond nog even een liedje post. Ik weet het niet. Hoi hoi.